Het is eind 2010 als Beatrix tijdens een bezoek aan het Prins Klaus-concert bijna omvergelopen wordt. Oh. Het was Oosterpoort-directeur Nienke Stellingsma die zich verstapte en niet wist hoe snel ze de majesteit haar excuus aanbieden moest. Ook voordat Beatrix de troon besteeg, bezocht ze onze provincie al meerdere malen. De toen 18-jarige prinses onthult een monument ter nagedachtenis aan de 50 leerlingen van de Abel Tasmanschool die in de Tweede Wereldoorlog om het leven kwamen. Later diezelfde dag nam ze ook een kijkje bij de in aanbouw zijnde zeesluizen bij Delfzijl. Het is 5 jaar later wanneer prinses Beatrix in gezelschap van prins Bernhard met een helikopter landt op het hippische wedstrijdterrein in Stadskanaal. Ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van de veenkoloniale hippiekvereniging. Beatrix die geniet zichtbaar. Bernhard iets minder. 35 jaar later, in 1996, zijn het Bevrijdingsbos in Noorddijk en Groningen het toneel van een heus staatsbezoek van de Canadese gouverneur-generaal. Nou, ik heb koningin Beatrix en gouverneur-generaal LeBlanc uitgenodigd om vanmiddag bij mij thee te komen drinken hier in mijn vorstendom Groningen. Een bijzondere happening voor Groningen, ook voor stadjes dus. En het moment is daar om niet alleen maar over het plan te praten, maar om het water nu echt in te laten. En dat is een historisch moment. Het is 2006, wanneer Beatrix de kraan voor het nieuwe Oldambtmeer mag opendraaien. En daar stroomt het water. Het eerste water in Blauwe Stad is een feit. En Beatrix blijft in Groningen nieuwe waters in gebruik nemen. Het is inmiddels april 2008, 2 jaar later dus, wanneer koningin Beatrix in de Eemshaven de nieuwe haven opent die naar haar is vernoemd. Het 16 miljoen euro kostende project wordt feestelijk in gebruik genomen en moet de doorvoer van goederen naar Noord-Europese havens bevorderen. En zo verloopt het merendeel van de koninklijke bezoeken aan Groningen gelukkig op rolletjes. Zoals 9 jaar geleden, als Beatrix met een swingende opvolgster met een trendzettende rode baret en spijkerjack hier voor de 2e maal Koninginnedag viert. Viel de beurt in 1990 al aan Loppersum en Haren. Hier in 2004 waren het de feestelijkheden in Warffum die met een bezoek werden vereerd. En wanneer Beatrix straks een stapje terug zal hebben gedaan, lijken de nieuwe koninklijke hoofdrolspelers in ieder geval nu al goede herinneringen aan Groningen te hebben.